Welkom bij deze MTH Talks. Vorige maand spraken we over de balans tussen werk en privé. En daarvoor ging het over thema's als cultuur binnen jouw organisatie, werkgeluk, risicoleiderschap en het slecht weerscenario. En vandaag spreken we over continuïteit van je gezin en bedrijf. Want voor iedereen stopt het een keer. Maar stel nu dat het morgen stopt. Wat gebeurt er dan? Wat kun je nu doen om je naasten zo verzorgd mogelijk achter te laten op privé en op zakelijk gebied? Binnen MTH kennen wij de liefdestest, want liefde is staan voor je gezin en bedrijf. Olaf ten Hoop is mijn eerste gast. Olaf is bestuursvoorzitter en belastingadviseur binnen MTH. Hij vertelt vanavond meer over zaken waar je nu al op kunt anticiperen, zodat als jou iets overkomt, het bedrijf en jouw naasten voor minder verrassingen komen te staan. De tweede gast vanavond is Bonne Klein-Wolthuis. Bonne is eigenaar van Technotape International in Baren en heeft aan den lijve ervaren wat het belang is van het thema van vanavond. Hij is vandaag online aanwezig bij deze MTH Talks. Bonne, goedenavond. Goedenavond. Ja, Bonne, er zit een kleine vertraging in, want jij zit op Texel. Welkom. Ik leg het even uit. Het was de bedoeling dat je hier bij ons aan tafel zou plaatsnemen. Jij bent in Texel, want je bent de afgelopen week verrast, hè? Ja, ik testte helaas positief op het coronavirus. Hoe is het nu met je? Je bent dus positief getest. Hoe is het nu met je? Voel je je ziek, zwak, misselijk? Ik heb me er zieker van gevoeld dan dat ik gehoopt had. Maar morgen ben ik in mijn zevende dag en dan nog 24 uur klachten vrij. En dan ben ik weer vrij om te gaan en te staan waar ik wil. Nou, super dat je op deze manier toch verbonden bent aan deze avond, waar we praten over dit thema. Spreek je straks later in de uitzending natuurlijk uitgebreid. Voordat we beginnen, eerst nog wat praktische zaken. We zitten in een studio aan tafel en daarbij houden we natuurlijk voldoende afstand. De chat is openbaar en zichtbaar aan de rechterkant van deze pagina. Tijdens deze talks is het mogelijk om jouw vraag te stellen aan mijn gasten. Halverwege en aan het einde van het webinar zullen wij de vragen behandelen. Blijf dus vooral vragen stellen in de chat. Wij doen ons best om alle vragen vanavond te beantwoorden. Iedere vraag krijgt een antwoord, dus mocht dat vanavond niet lukken, dan komen wij hier na dit webinar nog bij jou op terug. Ja, tijd om nader kennis te maken met Bonne Klein-Wolthuis. Ik vertel het al, hij is eigenaar van Technotape International in Baren. Technotape is een groothandel waar je alles vindt voor het personaliseren van producten met klanten over de hele wereld. Van bedrijven met hoge volumes tot aan individuele eindgebruikers. Bonne, nogmaals welkom. Je bent eigenaar van Technotape. Wat kun je nog vertellen over Technotape wat ik niet heb benoemd? Het is al een relatief oud bedrijf. Het is in de jaren 80, 84 om precies zijn opgericht door mijn ouders. Het is ooit ontstaan technische tapes voor de foto-industrie. Ik heb het vanaf 2010 overgenomen. En toen heb ik het helemaal omgegooid naar een bedrijf wat dus producten levert voor het personaliseren. En hebben het bedrijf heel hoogwaardig geautomatiseerd, wat ons geen windeieren heeft gelegd. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dat personaliseren van producten, kun je dat wat nader uitleggen? Ja, je kunt via internet je foto's uploaden. En dan die foto's plaatsen op een product. Denk daarbij aan puzzels, muismatten, koffiemokken. En een heel breed scala aan producten die je bij grote online retailers aangeboden ziet worden. En ook online cadeauwinkels maken er grif gebruik van. Dat is Technotape in Baren. Nou, laten we eens 15 jaar terug gaan, Bonne. Terug in de tijd naar 2006. Lang geleden, 15 jaar dus. Hoe zag jouw leven eruit in dat jaar? Tot half december was dat lang leven de lol. Heel veel plezier maken met vrienden. Helaas ben ik toen in een verkeersongeval terechtgekomen. En heb ik daar een heel groot deel van mijn rechtervoet verloren. En met name de weken delen. En zo heb ik na heel veel operaties en ongeveer een jaar in het ziekenhuis, heb ik heel 2006 op zo'n manier doorgebracht. Of 2007 eigenlijk. Wat was er precies gebeurd? Wij hadden een platte wagen achter een trekker gemaakt. Dat is een soort optochtswagen.
En die sloeg om op een rotonde en daar ben ik onder terecht gekomen. Dus de wagen raakte uit onbalans over die binnenkant van de rotonde. Dat is allemaal gebeurd eind 2006. 2007 benoemde je net, was het jaar van herstel. Dan 2 jaar later, 2008, ging jij werken binnen Technotape, het bedrijf van je vader. Je hebt me al eens eerder verteld, dat was niet een specifieke rol. Hè? Je had niet een specifieke functie. Het was belangrijk dat je gewoon weer in het werkproces kwam, toch? Zo was het toch? Ja, ja, absoluut. Ik had het heel erg moeite mee om mijn leven weer op te pakken. Ook juist omdat ik zo... ik was heel actief in van alles en nog wat. En ineens ben je gehandicapt. En moet je met ledenogen toezien hoe de rest om je heen verder gaat. En heb ik heel erg moeite gehad om weer om gemotiveerd te raken om weer wat te doen. Tot mijn vader een keer heel boos op me werd en zegt, er is niks mis met je hoofd. En nu ga je wat doen. Op dat moment vervloekte ik hem, maar achteraf was dat natuurlijk met de beste bedoelingen en ben ik hem hartstikke dankbaar daarvoor. En zo ben ik weer een beetje, gewoon een soort bezigheidstherapie heb ik eerst maar gedaan. Dat was het jaar 2008, lastige tijd in je leven, je vertelt daar kort over. Als je kijkt naar 2008, het bedrijf Technotape, hoe stond het bedrijf er toen voor? Wat voor soort bedrijf was dat? En daar hebben we geloof ik ook foto's van, toch Bonne? Ja, daar hebben jullie absoluut beelden van. En het leverde toen echt nog de technische producten die in fotoontwikkellaboratoria gebruikt werden. En dat waren de winkels die het in een uur deden in de winkelstraat en ook de HEMA's bijvoorbeeld. En het waren de grote laboratoria waar rolletjes heen gestuurd werden. En die dat in groot volume ontwikkelden en afdrukten voor consumenten. Die het bijvoorbeeld bij de kruidvat inleverden en dan een aantal dagen later weer op konden halen. 2006 dat nare ongeluk, 2007 het jaar van herstel, 2008 weer begonnen in het werkproces bij je vader. Toen kwam het jaar 2009 en dat werd echt een rampjaar, Bonne. Wat gebeurde er in het jaar 2009? Ja, we hadden voor mij persoonlijk een arts gevonden in Zuid-Duitsland, in Dresden om precies te zijn, om aan mijn voet nog een keer te opereren. En te proberen dat beter belastbaar en bruikbaar te maken en minder pijnlijk. En eigenlijk waren we daar op de goede weg. En hadden dat allemaal ingepland. En toen overleed mijn vader uit het niets. Dat was heel plotseling, Bonne, toch? Ja, dat zat geen enkele waarschuwing aan vooraf. Nou, dan komt er, denk ik, zakelijk heel veel op je af. Hè? Kun je iets meer vertellen over jouw vader? Hoe was je vader als ondernemer? Ja, zoals ik hem herinner was het een hele rustige, weloverwogen man. Had over het algemeen zijn zaken goed op orde en deed geen hele rare uitspattingen. Hij was ook een beetje op het eind van zijn werkende leven natuurlijk. En hij zocht naar een investering nog voor de toekomst. En hij was ook, zeg maar, hij maakte zich ook wel zorgen over de toekomst van het bedrijf. Omdat door de opkomst van de digitale camera de producten voor de analoge foto-industrie, dus het ontwikkelen van fotorolletjes en het afdrukken van foto's, dat was zo hard aan het veranderen dat hij niet goed wist of hij het bedrijf overeind kon houden. Was dat onderwerp van gesprek met jou samen of waren dat problemen en gedachten en ontwikkelingen die je vader zag en die hij voor zichzelf hield? Of nam hij jou mee in de toekomst in die gedachten? Nee, hij nam me daar zeker niet in mee. Hij heeft ons wel een keer aan de keukentafel verteld dat hij zich zorgen maakte. Ook tegen mijn broer en mijn zussen. Maar dat is niet iets waar ik actief bij betrokken was. En ook niet om gevraagd werd of ik ideeën had voor de toekomst. En die had ik op dat moment oprecht ook niet. Was je vader überhaupt bezig geweest met de mogelijkheid om plotseling weg te vallen? Had hij opvolging geregeld? Was er documentatie binnen het bedrijf? Ja, er was documentatie. Er was zelfs een stichting administratiekantoor. Omdat ik mijn moeder verloor dat ik 10 jaar oud was. Dus toen, dat was 1990. Dat was toen ooit opgesteld en nooit meer naar gekeken. Dus op het moment dat hij overleed, was er een stichting administratiekantoor van 3 heren in de 80. En eentje in de 60 die geen tijd had. Dus die,
Die waren uiterst verrast en nou, gewoon bejaard. En die waren niet voor... Je valt even weg, maar dat was niet allemaal meer actueel. Laat maar zo. Dat was zeker niet actueel, nee. Nee, Bonne, we komen zo meteen bij je terug. We gaan naar Olaf. Olaf, welkom. Ja, we kennen jou natuurlijk als voorzitter van het dagelijks bestuur van MTH. Daarnaast ben je belastingadviseur. Dat zou ik nog wel eens vergeten. Maar vandaag nog veel belangrijker. Jij bent de ontwikkelaar van de liefdestest. Ja. Daar gaat het vanavond over. Ja, ja. Met betrekking tot dit thema wat Bonne net vertelt. Eigenlijk een naverhaal. Wat is de liefdestest? Ja, de liefdestest is een manier om te kijken naar je situatie. Eigenlijk een scenario uitgewerkt. Zodat je weet waar je aan toe bent als dat scenario zich voltrekt. En dat scenario is het overlijden van de ondernemer in het gezin. Dus in het geval van Bonne, zijn vader in de tijd. Die had zeg maar vooraf een liefdestest kunnen laten doen. En dan had hij precies in kaart gebracht wat de problemen zouden kunnen zijn bij zijn eventuele overlijden. Dus het is heel goed om dat niet één keer in je leven te doen, maar misschien een paar keer als ondernemer goed te inventariseren. Waar sta ik als ik kom te overlijden? Hoe ziet dat scenario eruit? Kun je wat meer voorbeelden geven wat daar bijvoorbeeld besproken wordt, wat daar benoemd moet worden in die liefdestest? Want je hebt ook een whitepaper geschreven, daar ga ik straks iets over vertellen. Ja. Maar hij is bedoeld voor ondernemers, hè? Mocht je plotseling wegvallen. Wat zijn zaken waar je dan naar kijkt ongeveer? Nou, de test zelf is eigenlijk vrij simpel. Wij zetten op een rijtje wat zijn alle vermogensbestanddelen en wat is de waarde daarvan. Dan hebben we dat allemaal op een rijtje staan. En dan doen we net alsof de ondernemer in kwestie, de eigenaar van die vermogensbestanddelen, overlijdt. En dan gaan we kijken welke heffingen komen er allemaal om de hoek. En dat zijn nogal wat heffingen. Je hebt inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting. Kan allemaal aan de orde komen bij overlijden. Dat is eigenlijk alleen nog maar de fiscale kant. Dan heb je ook nog zoiets als een mogelijke compagnon waar je rekening mee moet houden. Wij doen net alsof er geen testament is. Dus wij rekenen dat uit op basis van zoals de wet in elkaar zit en op basis van de feiten. Dus hoeveel kinderen heb je een partner of niet. En als we dat allemaal in kaart hebben gebracht, dan gaan we het gesprek aan met de klant. En vaak schrikt een ondernemer over de situatie die hij dan aantreft. Want je constateert dan dingen, maar kom je dan ook met een rapport met aanbevelingen van dingen die je op zou moeten pakken als ondernemer? Ja, het eerste wat we doen is die berekeningen maken. Een inzicht geven in wat is dan de situatie. En vervolgens, na het gesprek, maken wij een rapport. En dan brengen we ook in kaart wat de wensen zijn van de ondernemer. Want vaak is een ondernemer kan vrij goed sparren met een fiscalist of een accountant en zeggen wat hij wil. En dan wordt het niet technisch, dan wordt het gewoon zeggen wat je wil. En dan gaan we daarna wel kijken wat er dan juridisch allemaal nodig is. Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende fases. En uiteindelijk zal je naar een notaris moeten om je testament aan te passen of nog een testament te sluiten. Maar misschien moet je ook wel naar een verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering. Er zijn allerlei mogelijke uitkomsten uit zo'n test. We praten dus over de liefdestest. We willen er eigenlijk niet over nadenken, dat merk ik thuis ook. Maar aan alles komt natuurlijk een einde. En het is natuurlijk zinvol, denk ik, om na te denken hoe laat je je gezin en je bedrijf achter. Zijn er veel ondernemers die hiermee bezig zijn? Want jij zit in de praktijk onder andere ook. Nou, de reden waarom we de liefdestest hebben ontwikkeld is omdat ondernemers over een testament niet willen praten. Dus eigenlijk te weinig? Ja, ja. De gemiddelde ondernemer heeft eigenlijk het eeuwige leven, hè, in zijn hoofd. En ja, die gaat ervan uit, die is bezig met de toekomst. Dus die gaat er niet van uit dat dan zomaar kan ophouden. Dus het hele idee van ondernemer zijn is dat je vooruit kijkt. En daar zit dit scenario gewoon meestal niet in. Nou, het is dus belangrijk om van tevoren al na te denken over de toekomst en zaken te bespreken en regelen. We gaan terug naar Bonne. Bonne, was in jouw situatie al besproken dat jij het bedrijf van jouw vader zou overnemen? Nogmaals, 2008 ging je in het bedrijf. In 2009 kwam je vader plotseling te overlijden. Was er überhaupt iets voorbereid over onderwerpen wat Olaf net benoemd? Nee, dat was in ons geval helemaal niet voorbereid. En het
het overlijden was één. Maar mijn vader liet onbedoeld ook nog een enorme juridische en financiële warboel achter. Dus eigenlijk had ik, of hadden we geen keus dan dat we de handdoek moesten oppakken. En aangezien ik twee oudere zussen en een oudere broer heb, die allemaal hun eigen leven al grotendeels op de rit en op, in eigen familie verplichtingen hadden, zat er niks anders op dan dat ik het ben gaan doen. Kun je er iets meer over vertellen wat je aantrof? Want je wilde het verhaal delen met ons, met ondernemers, zodat wij ervan kunnen leren. Wat waren zaken die je aantrof, wat jou verraste? Nou, hou je vast. Daar gaan we. Ik probeer het even in goede volgorde te zeggen. Hij overleed. Het bedrijf was in dusdanig zwaar weer, omdat de handel van de analoge foto-industrie eigenlijk in een vrije val was geraakt. Hij was hertrouwd in het buitenland met een buitenlandse vrouw. Hij overleed op een donderdag nacht, donderdag op vrijdagnacht en woensdag verkocht hij de Amerikaanse vestiging van Technotape aan zijn grootste concurrent. Dus dat wel geteld één dag. En hij had, zeg maar wat ik net ook al zei, hij was op zoek naar een investering. Hij had een periode daarvoor een bedrijfsgebouw verkocht en wilde dat geld herinvesteren. En hij dacht een eigendom te kopen op Texel hier, waar ik nu ook ben. Maar hij kocht, of tenminste, het bleek we hebben een trage verbinding met Texel. Daar zit Bonne. Op het internet. Waar heel door dat situatie. Bonne, het laatste gedeelte hebben we niet goed gehoord. Waar hebben jullie me verloren? We hebben het laatste gedeelte niet gehoord. Je laatste twee zinnen. Texel. Oké. Op Texel dacht mijn vader een pand te kopen. Alleen dat bleek in een erfpachtsituatie te zitten met hele bijzondere bepalingen. Waardoor hij dat niet wilde. Maar de verkoper gretig gebruik maakte van zijn overlijden. En zei, dat wist hij en nou moeten jullie dat ook afnemen. En die legde beslag op de hele nalatenschap. Hoe oud was je toen? 29. Eigenlijk nog geen ervaring als ondernemer. Je was er gewoon ingerold. Heb jij mensen om je heen verzameld? Hoe heb je dit opgepakt? Hoe heb je dingen aan kunnen pakken? We hebben vooral alles aangepakt. En het geluk was dat de meneer in het Stichting Administratiekantoor van Tegen de 60, die is wel een keer naar Barend gekomen om te vertellen dat hij geen tijd had. Maar dat hij wel een oud financieel directeur had, die wel tijd had en die konden we wel inhuren. En dat was Marcel. En tot op de dag van vandaag helpt Marcel ons nog steeds. Oké. Hoe is het afgelopen? Want er is heel veel gebeurd. We hebben er 7 jaar aan gewerkt om de nalatenschap af te handelen. En uiteindelijk hebben we de dame in het buitenland een enorme hoeveelheid geld moeten betalen. Terwijl dat mijn vader ons had gezegd dat hij had gezorgd dat het voor ons zou zijn. Wat hij zou nalaten. We hebben de onderneming in Amerika tegen andere condities kunnen verkopen, maar wel verkocht gekregen. We hebben het onroerend goed in Amerika tegen een bijzonder. Het was midden in de crisis. We hebben het kunnen verkopen, maar daar is niets van overgebleven. We hebben de rechtszaak over het onroerend goed hebben we geschikt op de gang. Het bedrijf hebben we doorgestart. En uiteindelijk hebben we hetgeen wat nog over was kunnen verdelen na 7 jaar tussen twee zussen, een broer en mezelf. Maar in geen enkele verhouding tot wat er was op het moment van overlijden. Jullie hadden gedacht dat je wat zou erven, maar het bleek uiteindelijk een heel andere situatie te zijn. Ja, we hebben uiteindelijk ook georven, absoluut. Maar echt in geen enkele in geen enkele verhouding tot wat het vermogen ooit was. Laat ik het dan maar zo stellen. Nou, we gaan Olaf. Straks ga ik je de vraag stellen wat je vader in jou
ogen anders had kunnen en moeten doen. Ja, Olaf, we hebben het verhaal gehoord van Bonne en zijn bedrijf Technotape. Is zo'n situatie herkenbaar of is dit heel extreem? Nou, hier zat het wel heel erg tegen, Harry. Ja, een indrukwekkend verhaal van Bonne en knap hoe die eruit gekomen is. Maar je moet er wel rekening mee houden dat elke onderneming heeft problemen en kansen. Nou, die kansen die zitten soms in het hoofd van de ondernemer en de problemen die staan soms op papier. En ja, dat is heel vervelend. Je hebt het liever andersom. En als er, kijk, dit soort juridische problemen kun je gewoon aantreffen in je bedrijf. Zeker als de eigenaar wegvalt. En dan kun je het niet meer vragen. Wat is nou precies de bedoeling? Wat is de strategie? Al dat soort zaken kun je niet meer vragen. Dus dan sta je voor een voldongen feit. Dus je kunt lang niet alles regelen van tevoren. Nee. Is er een manier waarop je dit soort extreme gevolgen kunt voorkomen? Nou, in de situatie die Bonne net schetst, zijn er natuurlijk wel, kijk, vastgoedkopen wat een beetje onduidelijk geregeld is, of trouwen met een buitenlandse vrouw. Het is wel een opeenstapeling van dingen waar je omheen wel goed dingen kunt regelen. Dus in algemene zin kun je dat wel voorkomen. Alleen, net wat ik net zei, ieder bedrijf heeft op elk moment bepaalde issues. Dus je zult dan van tevoren misschien moeten regelen, is er een tweede laag in mijn onderneming? Dat is denk ik een heel belangrijke les die we ook vaak in de liefdestest zien. Is er een tweede laag in de onderneming die weet wat er speelt? En die ook op de hoogte is van wat de ondernemer voor bedoelingen heeft. En dan ben je al heel erg geholpen als nabestaande, dat die onderneming eigenlijk door kan, operationeel door kan. En zoals ik het begrijp van Bonne, was dat eigenlijk niet het geval op dat moment. Speciaal voor de kijkers van vanavond heb jij een whitepaper gemaakt. Hè? Daarin omschrijf je 5 mogelijke uitkomsten van de liefdestest. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat de eerste les is eigenlijk, de vent is de tent, hè, zeggen ze wel eens. Ja, als je in die situatie zit, dan is het wel verstandig om een liefdestest te doen. Want dan kan het wel eens zo zijn dat die tent heel weinig voorstelt op het moment dat je zelf overlijdt. Dus het voelt misschien soms goed als die tent helemaal op jou draait. Maar het is voor de nabestaanden niet zo heel erg leuk als die situatie zich voordoet. Dus dat is ook de situatie waarvan ik net zei, ja, zorg dat je een tweede lijn hebt. Zorg dat je dingen documenteert in je bedrijf. Wees gewoon een professionele onderneming. Dat helpt al een heel eind. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een uitgeschreven strategie hebt, bepaalde dingen goed gedocumenteerd hebt, dan is er en een tweede laag in je bedrijf, dan heb je waarde gecreëerd. Dan kan dat bedrijf door zonder jou. En dat is heel belangrijk. Tweede les, of tweede aandachtspunt, is als de tent niet de vent is, maar er is nog een vent. Hè? Dus je bent bijvoorbeeld met z'n tweeën. 2 aandeelhouders van 1 BV of een vennootschap onder firma. Ja, dan moet je je realiseren als jij er niet meer bent als ondernemer, dat dan jouw partner, of in elk geval jouw nabestaande, in overleg zullen moeten met de andere ondernemer in dat bedrijf. Hoe goed is die relatie? Is dat voorstelbaar dat ze daar uitkomen? Of moet je daar misschien toch vooraf dingen over afspreken? Dat is heel belangrijk, want anders ben je overgeleverd aan een partner, een zakenpartner, die zegt van ja joh, ja, nu zonder jouw vader of jouw moeder is het voor ons bedrijf wel heel erg moeilijk. Ik denk dat het niet zoveel waard is. En ga dan maar eens als nabestaande die discussie voeren. Dat is niet zo makkelijk. Hoe zou je dit van tevoren kunnen regelen dan? Ja, je kunt dat met zeggenschap regelen. Dat iemand de zaak waarneemt als jij overlijdt. Hè? Dus met eigenlijk die stichting administratiekantoor constructie die Bonne net noemde. Die zou je hier ook kunnen doen. En dan heb je de zeggenschap. Van beide zakenpartners heb je afgesplitst van het eigendom. Dus de stichting heeft dan de zeggenschap. En de eigendom zit gewoon bij de eigenaren. En als je dan overlijdt, dan kun je in die stichting regelen wie jouw opvolger wordt. En dan ben je toch samen bevoegd om dingen te beslissen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Er zijn wel meer oplossingen. De allerbeste oplossing is in overleg gaan met je zakenpartner over deze situatie en daar vooraf afspraken over maken. Je kunt ook waarderingsafspraken maken bijvoorbeeld. Van hoe gaan we om dan met de waarde van het bedrijf? Dat kun je met elkaar bespreken, maar leg je dat dan ook vast? Ja, dat leg je dan ook vast. Ofwel in een aandeelhoudersovereenkomst.
of in testamenten, maar dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Maar een contract met je zakenpartner leg je vast in een overeenkomst. Dus dat is eigenlijk de plek om dit te regelen. Maar ik hoorde je aan het begin van de uitzending al zeggen, er zijn eigenlijk te weinig ondernemers die dit van tevoren al hebben vastgelegd en hierover praten met elkaar. Ja, nou, een aandeelhoudersovereenkomst is het toch wel vaak hoor. Als je een professionele partij bent en je hebt een onderneming met twee of meer aandeelhouders, dan is er vaak wel afgesproken dat bij overlijden de aandelen moeten worden aangeboden aan de andere partijen. En dat er ook deskundigen dan de waarde gaan bepalen. Dat is wel vaak toch wel geregeld. Maar het kan best zijn dat de nabestaanden helemaal geen vertrouwen hebben in die zakenpartner om daarmee door één deur te geraken. Ja, en dan zul je misschien wat anders moeten regelen. Maar ik heb wel meegemaakt dat de uitkomst van de liefdestest was dat twee ondernemers uit elkaar gingen en ieder hun eigen bedrijf voortzette. Dus het werd het bedrijf gewoon gesplitst naar aanleiding van een liefdestest. Dat was natuurlijk niet de opzet, maar dat was wel uiteindelijk voor beide ondernemers de beste oplossing. Nou, dit allemaal naar aanleiding van mijn vraag. Wat staat er in die liefdestest? Zijn er nog meer dingen die we zouden kunnen benoemen? Ja, een mogelijke uitkomst is dat je nadenkt over de bedrijfsopvolging. Daar gaan we de volgende MTH-talks ook over hebben. Maar een bedrijfsopvolging is natuurlijk een vrij logische gedachte als je denkt aan overlijden. Van, ja, is er iemand in de familie geschikt om het bedrijf dan voor te zetten? En als je dat al weet, ja, dan zou je gewoon ook het gesprek kunnen aangaan met je kinderen en met je echtgenote of echtgenoot of partner om te zorgen dat iedereen ook op de hoogte is van jouw wens. En dat je ook op de hoogte bent van de wens van de kinderen. Want daar wordt lang niet altijd over gesproken. Deze whitepaper waar Olaf over sprak is te downloaden via de link aan de linkerkant op het scherm, via de mth.nl/yes-button. Ik ben benieuwd hoe jij als kijker dit soort zaken hebt geregeld. Je kunt meedoen aan de poll van vandaag. En de pollvraag komt nu in beeld. Heb jij je zaken goed voor elkaar, mocht je plotseling wegvallen uit je bedrijf? En dan kun je kiezen uit de volgende antwoorden. Ja, ik heb me hier al goed in verdiept en zaken geregeld. Antwoord 2, nee, ik weet dat het beter kan. En als derde antwoord, ik weet het niet zeker en hoop daar vanavond wat achter te komen. Later komen we nog even terug samen met Olaf op de uitslag van deze poll. Ook vandaag behandelen we de vragen die je in kunt sturen via de chat. Vooraf hebben we al veel vragen ontvangen. En twee van de vooraf ingestuurde vragen behandelen we nu eerst en stel ik beide graag aan Olaf. De eerste vraag is afkomstig van Ingrid. Haar vraag, Olaf, is hoe gaan banken om met de lopende zaken? En dan doelt zij op het kunnen blijven verrichten van betalingen. En in het verlengde, hoe kun je regelen dat je kinderen bevoegd zijn om de zaken over te nemen, ook als ze elders hun carrière hebben? Met andere woorden, niet werkzaam zijn in het bedrijf. Ja, hoe banken. Banken zijn nogal wispelturig hè, in het zaken als compliance. Dus bij de bank regelen dat je door kunt met je onderneming is van twee zaken afhankelijk, van het testament. Dus wie bepaalt uiteindelijk wie het testament mag uitvoeren. Dus de executeur testamentair, wie is er bevoegd. Maar je kunt bijvoorbeeld in een BV-situatie, het is een beetje afhankelijk van wat voor rechtsvorm de onderneming heeft. In een BV-situatie kun je ook zonder testament regelen dat iemand bevoegd is om de besloten vennootschap te vertegenwoordigen. En dat kun je ook regelen voor situaties dat de directeur, de zittende directeur, en dat is dan de directeur-eigenaar die overlijdt, ja, als die dat niet meer kan, dan dat kun je regelen. En dus dat is sowieso zaak om te regelen, dat de aandeelhouders van de BV, en dat is dus in dit scenario de overledene, dat die bij leven regelt dat iemand anders zijn zaken behartigt op het moment dat hij niet meer capabel is om die zaken zelf te behartigen. Dat kun je regelen, dat zal de bank ook respecteren. Maar veelal heeft de bank dan nog wel weer een extra eis. Namelijk dat er ook een formele vertegenwoordigingsbevoegdheid is bij die BV, bij de bank. Dus die zal dan echt wel nog zijn eigen compliance erop loslaten. Maar je moet één ding beseffen, als je zelf overlijdt, dan blijft je BV bestaan. Dus op zichzelf verandert er niet zoveel bij de BV, behalve dat de directeur er niet meer is. Ja, dan moet je zorgen dat er een nieuwe directeur is.
Die kan er alleen aangesteld worden door de executeur testamentair. Dus dat is niet zo handig. Maar je kunt het ook vooraf dus hebben vastgelegd. Dat bij ontstentenis iemand anders beslist. En dan kun je wel door. Ook Jos stuurde al een vraag mee met zijn aanmelding. Hoe bepaal ik aan de hand van de balans wat er cash overblijft, mocht ik abrupt moeten stoppen? Hierbij dus geen rekening houdend met een overname waardoor goodwill dient te worden betaald. Ja, dat is eigenlijk de hele clue van de berekening die wij maken van de liefdestest. We zetten alles op een rij en dan kun je gewoon zien hoeveel belasting er betaald moet worden bij overlijden. En als je dat aftrekt van datgene wat op de balans staat, dan hou je over wat je overhoudt. Maar het belang daarvan is groot om dat te weten, want veel ondernemers beseffen niet dat er ook heel veel inkomstenbelasting... Iedereen praat altijd over erfbelasting, maar er is heel veel inkomstenbelasting verschuldigd in veel gevallen bij het overlijden van de ondernemer. Want de wet gaat ervan uit dat je onderneming verkoopt tegen de werkelijke waarde. Dat is de fictie die aan de hand is op het moment dat je overlijdt. Dus de wet gaat uit van de fictie dat je het hebt verkocht. Maar je hebt het niet verkocht. Dus je raakt sowieso geld kwijt, namelijk belasting. Maar je hebt geen opbrengst in principe. Nou, dat kun je wel regelen met een bedrijfsopvolging. Binnen de familiesfeer zou je kunnen regelen dat de onderneming wordt voortgezet en dat je geen belasting verschuldigd bent over de onderneming. Maar dan ben je nog steeds belasting verschuldigd over de beleggingen die in die onderneming zitten. Dus als je een bedrijfspand hebt en die is onbelast, dus er zit geen financiering op, dan zou je als erfgenaam geconfronteerd moeten worden met het feit dat je bij de bank een lening moet aanvragen, moet aangaan ja, om de belasting te kunnen betalen. Met name in gevallen dat bedrijfspand is verhuurd aan een derde. Als het bedrijfspand verhuurd is aan je eigen onderneming, dan kun je kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Daar gaan we denk ik volgende MTA-talks wel over hebben, want dat is echt de fiscale regeling waar iedereen eigenlijk wel gebruik van wil maken als die ondernemer is. Er is vaak toch wel substantieel belasting verschuldigd. En het kan zijn dat je geld moet lenen als je je bezittingen wil houden. Nou, heb jij nog een brandende vraag? We sluiten deze MTH Talks af met een vragenblok. Dus blijf vooral jouw vragen stellen in de chat. Is jouw vraag te complex of te persoonlijk om in de chat te plaatsen? Dat kan natuurlijk. En daarom bieden wij een gratis consultmoment aan met Olaf. En dat geeft jou de gelegenheid om in te zoomen op jouw persoonlijke situatie. Ben je geïnteresseerd om alleen met Olaf te praten? Dan kun je dat aangeven via de www.mth.nl/yespagina. We nemen dan morgen even contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar online te ontmoeten. Terug naar Texel, terug naar Bonne Klein Wolthuis. Bonne, jij stond er plots alleen voor. Je nam het bedrijf dus noodgedwongen over, daar vertelde je over. Ja, je deelt jouw verhaal zodat de kijker andere ondernemers van jouw ervaring kunnen leren. Wat had jouw vader nu anders kunnen doen? Vraag aan Bonne. Hebben we nog een vraag? Hij had sowieso zijn testament moeten laten controleren. En dat was met name omdat hij natuurlijk wel in volle bewustzijn in het buitenland getrouwd was. En wij kregen daar dus met het huwelijksvermogensrecht ook te maken. En dat maakte het extra complex. Waardoor we ook niet meer bij... Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. We volgen je nog waardoor we ook niet meer bij een normale notaris terecht konden. Oké, fantastisch. Fantastisch. Dus hij had sowieso dat testament moeten laten controleren. Dat had hij een soort liefdestest overheen moeten laten gaan. Dat had heel veel, zeg maar, privéleed had dat bespaard. Een BV. Het laatste konden we niet volgen, Bonne. Dat had heel veel leed bespaard. Dat was de laatste zin. Ja, dat als het testament was gecontroleerd. En wat Olaf net ook schetst, een BV blijft een BV. Ook al overlijdt de bestuurder en de eigenaar. En daar hebben we gewoon moeten doen wat we doen moesten. En ja, alle stappen van elk proces hebben we daardoor lopen om van de rechtszaak af te komen, van de beslagen af te komen. En uiteindelijk hebben we daar nog dingen te gelde kunnen maken, gelukkig.
Maar dat is, die verantwoordelijkheid stopt dus ook niet bij overlijden. Straks zal ik jou de vraag stellen hoe het met jou is en met Technotape. Eerst een andere vraag. Ja, je hebt veel geleerd in de afgelopen jaren. Wat heb jij anders gedaan? Ik heb vooral, denk ik, wat jullie net ook zeggen, de vent is de tent. Ik heb toen gezien in dit jaar dat ik zeg maar weer een beetje mijn leven aan het oppakken was. Hoe een bedrijf werkt waar alle kennis in de mensen zit. En ik heb het zeg maar mezelf voorgenomen om alles te automatiseren wat je kan automatiseren. En alle mogelijke kennis ook vast te leggen in computersystemen. Daar waren we onze tijd soms ver vooruit. En er kwam ook dikwijls commentaar op van de mensen die er verstand van hadden dat we daar veel te veel energie en middelen aan besteden. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat we ontzettend hard hebben kunnen groeien en dat die groei eigenlijk steeds aan omdat alle computersystemen geborgd waren en niet afhankelijk van mensen, waardoor ook ons zeg maar team is absoluut gegroeid, maar is niet zo hard gegroeid als dat onze omzet en het resultaat gegroeid is. Dus dat is het zakelijk gezien is dat heel goed gelukt. En we gaan zo meteen even kijken naar de uitslag van de poll. Hoe de poll ervoor staat, hoe de kijker heeft geantwoord op de poll. Dan nu de vraag aan jou. Hoe gaat het nu met Technotape? Waar staan jullie? Want jij hebt wel verrassend nieuws toch, Bonne? Nou, dat is een hele... Wat zei je? Sorry? Jij hebt toch wel verrassend nieuws, toch? Ja, ik heb absoluut verrassend nieuws. Ik heb... Ik denk 2 jaar geleden, of een jaar geleden, heb ik een keer tijdens het bespreken van de jaarrekening gezegd van, nou, ik wil dit, we hebben 2 jonge kinderen van 5 en 7 jaar oud. Dus mocht je overwegen, of hadden wij willen overwegen om onze kinderen in het bedrijf te laten werken, dan had dat zeker nog 20 jaar geduurd, als het niet meer is. En zodoende hebben we een keer de temperatuur van het water gepeild. En hebben we gekeken, zou het bedrijf te verkopen zijn? Dat heeft geresulteerd in heel veel gesprekken met investeringsmaatschappijen. Uiteindelijk 7 biedingen. En een van die biedingen die is afgelopen donderdag tot een overeenkomst gekomen. En hebben wij 75% van het bedrijf aan een investeringsmaatschappij overgedaan. Hoe ziet de toekomst er nu uit? Ga je nou op je lauweren rusten of blijf je werkzaam binnen Technotape? Want je bent nog voor 25% aandeelhouder. En blijf werkzaam binnen het bedrijf. Mijn vrouw doet de marketing en de personeelszaken. En ik zal me gaan concentreren op wat ik het allerleukst vind. Dat is de handel. En dan met name de handel met Amerika en met China. China om te kopen en in Amerika zien wij een enorme groeimarkt voor ons. Die is er ook werkelijk. En ik zal me dus minder bemoeien met de dagelijkse gang van zaken en het aansturen van het team. Nou, gefeliciteerd, Bonne. Ik denk toch wel dat de felicitatie waard is. Ja, het is wel een felicitatie waard. Ja, je bent ook een blij mens, denk ik. Ondanks dat je positief bent getest. Ja. We gaan even kijken naar de poll. Heel wonderlijk natuurlijk. Ja. Bijzondere situatie. We gaan even kijken naar de poll. De vraag was, heb jij je zaken goed voor elkaar, mocht je plotseling wegvallen uit jouw bedrijf? Ja, 60% Olaf zegt van nee, ik weet dat het beter kan. En 40% van de kijkers zegt, nou, ik weet het niet zeker en hoop daar vanavond achter te komen. Ik concludeer dat het een onderwerp wat weinig besproken wordt. Ja, dat is zo. Aan de andere kant is het zo, als je het goed geregeld hebt, ben je ook vergeten dat je het goed geregeld hebt. Want dit is iets wat je dan regelt en dan leg je het in een kast. Maar zoals dat verhaal van Bonne, stel dat Bonne het goed geregeld zou hebben en hij verkoopt nu zijn bedrijf, dan heeft hij totaal andere feiten dan voor de verkoop. Dus dan moet hij opnieuw gaan nadenken op hoe heb ik het eigenlijk geregeld. Want fiscaal betekent dat nogal wat. Hè? Of je liquiditeiten hebt of vermogen wat buiten de onderneming zit.
of het zit binnen de onderneming. Dat maakt een groot verschil. Dus als de feiten substantieel veranderen, is het toch zaak om er weer naar te kijken. En omdat de feiten elke dag veranderen, word je ook automatisch onzeker of je het goed geregeld hebt. Dat is eigenlijk, ik vind het eigenlijk wel een logische uitslag van de poll. Ja. Ja, ja. Nou, het was een aangrijpend verhaal. Dus ja, de missie van MTH is dat we willen bijdragen persoonlijk geluk en zakelijk succes. Ja, dan lijkt mij de liefdestest wel heel erg toepasselijk. Absoluut. Zeker voor persoonlijk geluk, Arie. Ja. Nou, Bonne, dankjewel voor het delen van je verhaal. Ik vond het heel persoonlijk en impactvol. In het script staat dat je nog wat foto's had om te delen hoe Technotape er nu voor staat. Ja, die... Daar kon ik iets over vertellen. Ze zijn in jullie bezit. Dus ik denk, ik kan erbij vertellen als ze in beeld komen. Ja, dat is goed. Maar ik hoop dat de beelden eigenlijk voor zich spreken. Nou, vertel maar, want we zien nu een foto in beeld. Dit is onze showroom. Dat is waar we de apparatuur die benodigd is om de producten die we verkopen te kunnen bedrukken, kunnen mensen komen testen. En we kunnen er natuurlijk over vertellen. Dus dat is iets wat we voor corona veel gebruikten. Ons meest populaire product, de koffiemok. Daar verkopen we er vele miljoenen van per jaar. Ik had gekeken afgelopen jaren meer dan 5 miljoen, om een idee te geven. Dat zijn toch absurde aantallen, Bonne? Ja, ja. De hit van corona, de legpuzzel met eigen opdruk. Bedrukte telefoonhoesjes. Nou, dankjewel, Bonne. Je hebt, vertelde je net, 75% van de aandelen van Technotape verkocht. We hebben vanavond geleerd dat het zinvol is om nu stil te staan bij verschillende aspecten die je zakelijk van tevoren kunt regelen, zodat je ervoor zorgt dat je jouw naaste niet achterlaat met financiële problemen en zakelijke perikelen. Op dinsdag 1 juni behandelen we een onderwerp wat in het verlengde ligt van vanavond. De vraag die op 1 juni centraal staat is: hoe vind ik een opvolger voor mijn onderneming? Er zijn altijd 3 scenario's: verkoop aan familie, verkoop aan een werknemer of verkoop aan derden. Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met bedrijfsopvolging. En bij het zoeken naar de juiste opvolger voor jouw onderneming komen er veel vragen op je af. En wat is jouw doel? Wil je bijvoorbeeld een familiebedrijf in stand houden? Jouw onderneming overdragen in vertrouwde handen van bijvoorbeeld een werknemer? Of wil je wellicht gaan voor de financieel optimale opbrengst? Als het gaat om het verkoop klaarmaken, dan zijn er tal van aandachtspunten. En die focussen zich vooral op juridische en fiscale structuur, financiën, maar ook op zachtere kanten zoals het mentale aspect. Daarover ga ik in gesprek met collega Henry Bisschop. Henry houdt zich dagelijks bezig met het begeleiden van de aankoop en verkoop van ondernemingen en alles wat daarbij hoort. Zijn missie is om ondernemers te ondersteunen bij belangrijke beslissingen die ze vaak toch maar eens in hun leven nemen. Ook collega en fiscalist Erwin Snoeken zal plaatsnemen aan mijn tafel. Hij vertelt meer over de fiscale aspecten welke spelen bij bedrijfsopvolging. Dat allemaal op dinsdagavond 1 juni, 's avonds vanaf 20:30. Aanmelden voor deze talks doe je eenvoudig via onze webinarpagina op de website. De directe link naar deze webinarpagina vind je ook onderaan op de mth.nl/yespagina. We sluiten deze uitzending af met de vragenronde. Zoals eerder aangekondigd zijn er van tevoren al vele vragen ingestuurd. We behandelen eerst een vraag die is meegestuurd met de aanmelding. Daarna behandelen we de vragen uit de chat. En de eerste vraag is afkomstig van André en is bedoeld voor... die gaan we niet behandelen trouwens, want ik heb daar een andere vraag. Vraag van Jeroen, Olaf, die is ook voor jou. Treedt MTH ook op als bijvoorbeeld stakbestuurder? Of kan dat niet vanwege een conflict of interest? En wie adviseert MTH dan om dat te doen? Leuke vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. MTH als organisatie kan sowieso niet als stakbestuurder optreden. We krijgen wel eens die vraag. Omdat veelal je een vertrouwenspersoon bent van de ondernemer. Ik ben zelf 1 keer als stakbestuurder in actie moeten komen. Dat is lang geleden. Toen er gedonder was, plat gezegd, tussen alle aandeelhouders. En toen bleek mijn naam in de statuten van de Stichting Administratiekantoor op te duiken als degene die dat dan moest beslissen. En dat is wel goed afgelopen, maar uitermate slecht bevallen. Want
je komt dan in een onmogelijke situatie. Ook vanuit je beroepsregels kan dat niet. Dus je bent een onafhankelijke partij, zowel als accountant, maar ook als belastingadviseur. Dus wij kunnen die rol niet vervullen. Dat is onmogelijk. Ja, en het is ook vaak een lastig vraagstuk voor de ondernemer. Wie kan je nou zo vertrouwen dat die, als jij overlijdt, het stemrecht gaat uitoefenen op de aandelen? Is dat je partner, of is dat een broer of zus? Of, maar is dat kan toch iedereen zijn. Dat kan iedereen zijn. Het kan ook een deskundige zijn. Die dan geen accountant is van de onderneming of geen fiscalist van de onderneming. Dat kan. Dus er is van alles mogelijk, maar je moet daar wel heel goed over nadenken. Ja. En je eigen vertrouwenspersoon, bij welk accountantskantoor dan ook, kan dat eigenlijk niet doen. Okay. Dan een vraag ook voor jou, Olaf. Die is afkomstig van Ron. Ik heb gezamenlijk, zo schrijft hij, met mijn broer een reclamebureau. Hij is ouder dan ik en zal dus naar alle waarschijnlijkheid eerder willen stoppen met werken. Ons leeftijdsverschil is 3 jaar, dus als hij bijvoorbeeld op zijn 67e zou stoppen en zijn deel van het bedrijf zou willen verkopen, dan denk ik dat ik dat op dat moment niet meer zal doen. Hoe is zoiets vooraf te regelen? Ja, overleg, denk ik. Ja, laten we zeggen, als de oudste 3 is, dan ken je al het leeftijdsverschil. Dus dat is een groot voordeel. Hè? Dus je weet eigenlijk welk probleem er is. Zeker als je dan ook nog samen in de onderneming zit. Dus dit is wel ongeveer het eerste wat je gaat regelen als je dan samen dat bedrijf hebt. Van, hoe komen we hier samen ook weer vanaf op een nette manier? En ja, dan is het niet zo netjes als bij wijze van spreken de oudste broer met pensioen gaat. Hij verplicht is zijn aandelen aan te bieden voor een prikkie aan de jongste broer. En dat de jongste broer dan uiteindelijk verkoopt aan een derde tegen de hoofdprijs. Dat wil je niet, dus dat moet je in een overeenkomst, want dit is gewoon een afspraak tussen 2 partijen. Dus de beide broers moeten in een overeenkomst regelen hoe ze willen handelen. En dat kan bijvoorbeeld met een meeverkoopverplichting. Als één wil verkopen, dat de ander meeverkoopt. Zodat je in elk geval tegelijk bent. Maar goed, er zijn ook gewoon praktische afspraken in een contract over te maken. Eigenlijk draait het de hele avond over communicatie. Absoluut, ja. Ja. Dan een vraag van meneer Notenboom, ook voor Olaf. Hoe kan de overdracht van de OG-BV bij mijn overlijden zo fiscaal vriendelijk worden overgedragen aan mijn erfgenamen? Er is een testament, zo schrijft hij, en mijn opvolger werkt al in het bedrijf en is ook erfgenaam. Dan is de beste optie, als ik dit zo hoor, dat de OG-BV het klinkt alsof het pand is verhuurd aan de onderneming. Dat de OGBV tenminste 5% participeert in het bedrijf. Als je dat namelijk hebt geregeld, dan mag ook het onroerend goed beschouwd worden als ondernemingsvermogen. En kan dat onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit vallen. Erwin Snoeken zal die faciliteit volgende keer behandelen. Maar het komt erop neer dat je dan bij erfenis 1,1 miljoen al belastingvrij hebt. En 83% van het meerdere is ook belastingvrij voor de erfbelasting. Hou je de inkomstenbelasting over. Maar voor de inkomstenbelasting wordt het dan gezien als ondernemingsvermogen. Dus dan kun je die claim, die belastingclaim die er dan nog op rust, overdragen aan je erfgenaam. En dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Dan betaal je eigenlijk niet of nauwelijks belasting. Maar dan is het dus wel nodig dat het onroerend goed wordt gebruikt binnen de structuur van de onderneming. Binnen de groep. Binnen de groep, ja. Dankjewel. Dan een vraag van Peter. Als een aandeelhouder komt te overlijden, krijgen zijn erfgenamen de aandelen. Zij worden dan voor dat stukje of voor het geheel eigenaar van de BV. Als erfgenamen aandelen krijgen, moeten ze daar belasting over betalen. Soms kun je de belastingheffingen over de aandelen doorschuiven. Hoe kan ik mij hierop voorbereiden? Vraag van Peter. Ja, het doorschuiven van de belastingclaim, dat gaat dan eigenlijk vooral over de inkomstenbelasting. Als je, wat ik in het begin zei, als je overlijdt, dan zegt de wet fictief, je hebt eigenlijk je bedrijf overgedragen, dus je aandelen verkocht. Dan zou je 26,9% inkomstenbelasting moeten betalen. En daarbovenop komt dan nog de erfbelasting. Dus het gaat ook wel over een belastingclaim van zo rond de 40% in totaal. Dus het gaat over serieuze bedragen en die inkomstenbelastingclaim die kun je doorschuiven naar de volgende generatie. Als er maar een onderneming wordt gedreven in die onderneming of in die BV.
Dus als dat alleen maar beleggingsvermogen is, wat er in die BV zit, dan is er geen doorschuiven mogelijk. Dus die claim van 26,9% kun je alleen doorschuiven op de volgende generatie, als in de besloten vennootschap een onderneming zit. En dus dat is de beste voorbereiding. Zorgen dat als je wat nalaat, dat het dan in ieder geval een actieve besloten vennootschap is. En verder zul je moeten weten wie dan je erfgenamen zijn en aan wie je die claim wil doorschuiven. Olaf, dit was de laatste vraag. Hebben we jouw vraag niet beantwoord, we nemen contact met je op en zullen jouw vraag beantwoorden. Zoals eerder aangekondigd is er de mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te gaan. Dus 1-op-1 met Olaf ten hope. Meld je aan voor het gratis consultmoment met Olaf via mth.nl/yes. En is het voor jou niet nodig om persoonlijk in gesprek te gaan, maar ben je toch benieuwd naar de 5 mogelijke uitkomsten van de liefdestest? Download dan de whitepaper die Olaf speciaal voor deze uitzending heeft geschreven. En dat doe je via diezelfde pagina. Hier kom je dus ook terecht door op de rode button links bovenaan op dit scherm te klikken. Bedankt voor het kijken en dank aan mijn gasten Bonne Klein-Wolthuis. Bonne, dankjewel. Beterschap. En ook dank aan Olaf ten Hope. En dank aan Olaf ten Hope. Goede reis en wel thuis, Olaf. Dank je. Fijne avond. Graag tot de eerstvolgende talks. Dinsdagavond 1 juni dus. Wederom 's avonds om 7:30. En dan over bedrijfsopvolging. Fijne avond.